ben hier beland. Ja, we zijn hier beland. Lena, leuk dat je er bent. Ja. Jij was een van de eerste mede-eisers in de klimaatzaak, samen met mij. Mm. En we kennen elkaar al best wel lang uit de klimaatbeweging. Voordat je mede-eiser werd, was je ook al actief. Weet je nog wanneer je en hoe je actief bent geworden? Dat was dus 2017. Ik zat in de trein terug van Utrecht naar Amsterdam. En ik ontmoette toen Catalina, ook een vriendin van ons, die net terugkwam van een fossielvrij meeting. En ik was toen zo geïnspireerd door hoe vrolijk zij over fossielvrij praten, dat ik daar actief werd. Toen ben ik voor het eerst naar een klimaatkamp gegaan. Zo ben ik eigenlijk actief geworden en altijd gebleven. En zo hebben we elkaar leren kennen. Ik heb nog foto's. Oeh. Ja. En ik dacht, die gaan we gewoon eventjes zo naar kijken. Kan jij vertellen wat we zien? Oh, leuk. Deze, toen ik zag, dacht ik, oh, jonkies. Ja, dit is van, ik had toen een festival georganiseerd, weet je, bij de Keuvel. Mm-hmm. Make the World Great Again Festival. En toen, toen hadden we ook een actie rondom de zaak. En dit was een paar jaar later. Hier gingen we de dagvaarding bij Shell overhandigen met 400 mede-eisers. Maar ik ben wel benieuwd, want ik weet niet of wij het er ooit over hebben gehad, hoe jij die eerste keer dat je over de zaak hoorde hebt ervaren. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ik kreeg gewoon meteen zo'n David en Goliath gevoel. Ik dacht echt, wow, zeker ook na de Urgenda-zaak. Ik dacht echt, wat vet als dit gaat lukken. Ja. Meer omdat ik was vroeger heel hoopvol dat de overheid alle grote problemen wel kon oplossen. Misschien naïef of optimistisch. Mm-hmm. En eigenlijk zodra ik aan klimaat begon te werken, begon langzaam dat vertrouwen in de overheid af te brokkelen. Omdat ik doorhad dat de overheid ook echt maar beperkt invloed heeft op bedrijven. Ja. En daarom zijn dit soort zaken zo belangrijk. Dus toen jullie daarmee begonnen, dacht ik echt, oké, vet als dit lukt. En ja, daarin deel ik wel jouw gevoel. Dat is soms ook iets heel absurds als klimaatactivist. Dat eigenlijk vragen wij om hele, hele normale dingen die als radicaal worden gevonden omdat het systeem zo radicaal niet klopt. Mm-hmm. Want wij zouden dit helemaal niet moeten eisen aan Shell. Ik zou niet als mede-eiser dit moeten vragen. Dit zou gewoon moeten gebeuren. Ja, wij noemen onszelf best makkelijk klimaatactivist. Niet iedereen voelt zich comfortabel bij activist. Waarom noem jij jezelf wel activist en is dat nodig? Ja, ik noem mezelf activist ook om het woord normaler te maken. Dus ik ga de straat op, maar ik vond het ook heel leuk om mede-eiser te worden. Vooral omdat het gewoon echt eigenlijk heel simpel was. Ja. En voor mij voelt dat ook als, soms onderteken ik een petitie, maar dan vraag ik me wel af van, wat gaat een petitie nou doen? En mede-eiser worden was eigenlijk net zo makkelijk, maar ik ben nu echt ook juridisch verbonden aan zo'n historische zaak. Ja. Als je begint over de 12e, wanneer de uitspraak is in hoger beroep, denk ik natuurlijk meteen aan de winst in 2021. Weet jij nog hoe je erachter kwam dat we hadden gewonnen of wat je aan het doen was? Ik was het in onze WhatsApp-groep met vrienden echt aan het volgen. Ja. Omdat jouw vriend daar de hele tijd ook updates gaf, terwijl jij daar natuurlijk zat. Ja. En ik weet nog dat ik vond die coronaperiode met de klimaatcrisis samen echt best wel heftig. Ik weet nog dat ik echt af en toe dacht, de wereld stort gewoon in. Hmm. En ik was ook af en toe best wel verdrietig en echt hopeloos. Dat ik echt dacht, oké, maar we hebben al zoveel gedaan, wat gaat er nou doen? Dus ik weet wel dat die winst weer even zo'n gevoel was van, oké, we strijden wel echt voor stappen ook. Ja. We zijn niet alleen maar onmogelijke dingen aan het eisen. Ja. En als de rechter aan jouw kant staat, dan voelt dat toch minder alsof je, ja, ik voel me soms gek dat ik al deze dingen rondom klimaat wil. En dat voelde heel fijn om te zien, oké, we hebben gewoon juridisch gelijk. En dat is ook echt zo, want ik had toen, direct daarna kregen we zoveel berichten echt uit de hele wereld van mensen die zeiden van, oh, eindelijk weer even iets hoopvols. Ja. En we hebben gewoon niet zo heel veel dingen die we winnen in de klimaatcrisis. Want dan is er weer een grote ramp. Dan is er weer een bedrijf wat allerlei afspraken niet nakomt. Ik weet ook nog op een kop later, op een van de klimaatonderhandelingen, dat ik activisten uit het globale zuiden sprak. Mm-hmm. En zodra ik vertelde dat ik uit Nederland kwam, dat ze dus wel over deze zaak begonnen. Dat onderschatten denk ik veel mensen, dat als jij zelf op een manier in actie komt, mm-hmm, als je als organisatie een campagne begint, dan laat je ook aan iedereen verder zien, dit is een mogelijke manier om verandering te bewerkstelligen. Mm-hmm. En dat is echt heel vet. Wat ik zo inspirerend vind, maar ook jammer, is dat ik gewoon weet van, voor jullie kleine team is er zo'n gigantisch team bij Shell zich nu aan het voorbereiden. Want heb je daar een beetje beeld van? Met hoeveel mensen werken jullie nou aan die zaak? Mm-hmm. En met wat voor team zitten ze bij Shell nou nu voor 12 november voor te bereiden? Nou, toen we begonnen waren we met z'n drieën. Oh. Dus in 2018. En toen was natuurlijk Roger, de advocaat, er al bij.
En gelukkig zijn we nu wel wat meer. 12, 13 mensen of zo. En dan, als het heel druk wordt, dan mogen we gelukkig allemaal collega's lenen uit andere teams. Maar het is natuurlijk, het valt in het niet bij Shell. Ja. Ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen eraan werken, maar Shell is een enorm bedrijf met enorm veel geld. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat ze daar veel meer mensen op hebben. Ja. En ook gewoon veel duurdere advocaten met nog meer mensen op zo'n advocatenkantoor. En soms kijk ik ook wel eens naar ons team die eraan werkt en denk ik, oh, dat is ook gewoon heel grappig, toch? Kijk, we weten allemaal heel goed waar we mee bezig zijn. Echt briljante collega's. Ik ben ook heel vaak enorm onder de indruk van wat zij weer allemaal weten. Maar ondertussen zijn we ook gewoon een groep met mensen die heel veel passie hebben en geloven in deze zaak en doen wat we kunnen. Als jullie dit winnen, dan moet Shell echt gaan nadenken over wat hun rol is in de samenleving. Ja. En dat moeten ze eigenlijk al doen. Dat moeten ze al doen. Ja, dat is al lang tijd. Eigenlijk natuurlijk heel gek dat daar een zaak voor nodig is. Maar ja. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Shell, maar voor allemaal andere bedrijven. En dat is ook de kracht van zo'n rechtszaak. Het is niet alleen maar, eigenlijk is het niet alleen een zaak tegen één bedrijf, maar het is een signaal naar alle bedrijven die zich zoals Shell gedragen. Als jullie niet winnen, mm-hmm. voelt het dan allemaal voor niks? Denk je dan, oh, ik had liever iets anders de afgelopen jaren gedaan? Nee. Ik denk ook, we hebben echt alles gedaan in die hoorzittingen wat we konden. Ik heb daar echt een heel goed gevoel over. We hebben niks laten liggen. Argumenten waren gewoon ijzersterk. Dus wat dat betreft heb ik er heel veel vertrouwen in. En die zaak heeft al zoveel impact gemaakt. Je noemde het zelf al. Al die mensen die geïnspireerd zijn, die daar weer hoop van hebben gekregen. Maar ook meer op beleidsniveau, of bij andere bedrijven. We hebben gewoon al zoveel impact gemaakt. En natuurlijk, de kers op de taart is winnen. Als het een andere kant opvalt, dan is het niet verloren. Dat is denk ik ook iets wat we altijd moeten onthouden. Rechtszaken is niet het enige middel. Om iets te doen aan de klimaatcrisis heb je een soort enorme gereedschapskist waarvan alles in zit. En één van die gereedschappen is rechtszaken. En andere gereedschappen zijn grote massale demonstraties op straat. Of kleine groepjes van mensen die bij elkaar komen gewoon om erover te praten. Mensen die op de werkvloer bij hun eigen werkgever iets proberen te veranderen. Nou, ik kan zo eeuwig doorgaan. Ja. Er zijn gewoon zoveel middelen. En samen bereik je daarmee verandering. En los van elkaar niet. Dus daarom is het ook zo fijn dat er mede-eisers zijn en mensen die zich aansluiten. Omdat we op die manier kunnen we verder komen. Het is ook voor mij weer een goede reminder om ook even aan vrienden te vragen van, hey, ben je eigenlijk al mede-eiser? Ja. Het is heel weinig moeite en fucking vet om van zoiets onderdeel te zijn. Het is eigenlijk, vind ik, een hele kleine, hele makkelijke manier om dus ook mezelf op een kleine manier in de geschiedenisboeken te schrijven. Van hier heb ik aan bijgedragen. Ja. Dit heb ik mogelijk gemaakt. En voor jou klein, maar voor Milieudefensie echt heel belangrijk. Want juist doordat er zoveel mede-eisers zijn, laten we zien dat het een zaak van ons allemaal is. En niet van een advocaat. Ja. Ja. Nou, excited. Ik ben echt heel benieuwd. En dan, dan wordt het op 12 november wordt het oftewel champagne, oftewel... Het wordt sowieso champagne. Een biertje over ons gevoel.